15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hallo allemaal, mijn naam is Gael Jonkers. En mijn naam is Eva Pistis Schouwen. Welkom bij What's New webinar aflevering 13. Vandaag gaat het over mailschablonen en de nieuwe Office integratie. En we geven ook een bijzonder welkom aan de gemeentes Haarlemmermeer, Hulst, Arnhem en het Vista College als nieuwe gebruikers met de voorlopige gunning. Welkom bij de club van meer dan 32.000 Joomla gebruikers. Voordat we gaan beginnen met de thema's, wil ik nog even de aandacht vestigen op de Joomla Academy. Ankie heeft in de vorige webinar alles over verteld, over de academy, wat het inhoudt. Dat je kan aanmelden voor bijvoorbeeld trainingen, verdiepingssessies en kennissessies, etc. En ik kan met trots vertellen dat er al een paar sessies geweest zijn en die zijn heel enthousiast ontvangen. Mocht jij daar nou ook interesse in hebben, kijk dan even op de website www.vismacircle.nl/diensten/joomla-academy. Merel zal ook deze link nog in de chat zetten. Heb je sowieso nog vragen, stel ze dan ook gerust in de chat. En mocht je snel zijn, dan kunnen ze ook nog live beantwoorden. Nou, nu door naar thema 1, werken met berichtschablonen. Ik zelf ben nog altijd heel erg fan van het schrijven op oud briefpapier met een vulpen, cursieve letters. En voor de romantici onder ons met een vleugje parfum voor de goede sfeer. Helaas ben ik linkshandig, dus het werd altijd een klierboel en ik ben daarom ook blij met de komst van e-mail. Oké, niet alleen daarom. Het is ook nog eens super handig, het is super snel en het bespaart nog eens op papier. Het is ook niet zo heel gek dat het over heel de wereld gebruikt wordt. Wist je dat er namelijk in 2020 maar liefst 4 miljard gebruikers waren van e-mail? 4 miljard en dat het alleen maar stijgt, dat aantal. Nou, het is dan ook niet zo gek dat onze tweede natuur is geworden om mailtjes te tikken. Sowieso privé, maar ook voor werk. Als ik bij mezelf naga, ik heb sowieso een werkmail, ik heb een privémail, ik heb nog een privémail voor de spam, etcetera. En ik zag in de Mentimeter die jullie hebben ingevuld dat jullie ook meerdere mailadressen hebben. Nou, voor werk maken jullie dus allemaal mailtjes en prima, daar staat ook vaak wel eens informatie in. En die moet je ook opslaan, anders krijg je dezelfde fiasco's als Hugo de Jonge of Mark Rutte. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Gelukkig kun je e-mailtjes heel makkelijk slepen vanuit Outlook naar je Joomla-zaak. Maar het kan nog makkelijker. Je kan namelijk gewoon direct mailen vanuit Joomla. En dat kan met behulp van schablonen bijvoorbeeld. Je uitgaande mail die komt ook automatisch in Joomla te staan. En de reply-mails die er eventueel op komen, die komen ook al automatisch in Joomla. Dus hoef je zelf bijna niets meer te doen. Eva gaat je dit allemaal laten zien. Ja, dankjewel Gael. Wij gaan inderdaad vandaag kijken naar het mailen vanuit Joomla. Dat wordt natuurlijk ook steeds vaker gebruikt, dus ook heel handig dat je dat nu direct vanuit de zaak kunt doen. Vandaag gaan we kijken naar deze zaak. De evenementenvergunning die gaat over de Pinkstermarkt. Deze zaak is binnengekomen via de mail. Dat kan ik zien in de zaak omdat dat is vastgelegd bij het kanaal. En hierdoor kan ik dus zien dat er in ieder geval de mail is binnengekomen met de aanvraag. En is dus ook het kanaal de mail waarmee je wil reageren richting de burger. Nou, afhankelijk dus van het kanaal, een formulier, kun je bijvoorbeeld richting het klantportaal communiceren. Per mail binnengekomen reageer je wellicht ook per mail. Nou, daar hoef je niet meer voor naar je eigen Outlook te gaan. Kan dus gewoon in Joomla. In de zaak hebben we de optie om een bericht te verzenden. Nou, via de e-mail in dit geval wil ik een bericht verzenden richting deze aanvrager. De aanvrager wordt dan al direct ingevuld als het mailadres bekend is. En ik kan namens mijn eigen organisatie mailen. Dit zijn de adressen die dus bekend zijn vanuit jouw organisatie om een mailtje vanuit te sturen. Nou, je zou ook nog extra mensen kunnen toevoegen. Het onderwerp wordt al direct ingevuld met het zaaknummer.
zodat je makkelijk hiermee kunt communiceren. Kun je eventueel nog aanvullen, maar dat is niet verplicht. Dan kijken we een stukje naar beneden, want we zien namelijk al een bericht tevoorschijn komen. Je kunt hier zelf jouw mail gaan opstellen, jouw bericht gaan opstellen. Maar dat kan natuurlijk ook handiger, hè? Dat kan sneller, met name door de schablonen te gebruiken. Nou, de schablonen die kun jij gebruiken als ze beschikbaar zijn gesteld door jouw beheerder. Je ziet hier een aantal schablonen die je kan kiezen. En we gaan vandaag voor de aanvullende vraag voor deze vergunning. Nou, omdat dit schabloon al een aantal gegevens bevat, zoals dus het registratiedatum, degene die het heeft ingediend, de initiator, het zaaknummer, alle informatie die in jouw zaak aanwezig is, kun jij gebruiken in je schablonen. En wel zo handig om zo'n compleet mogelijk mailtje samen te stellen. Nou, we hebben nog wat meer informatie nodig. De aanvraag was nog niet helemaal compleet. Ja, dus je kan nog hier wat bijtypen. Bijvoorbeeld, wat is de start- en eindtijd? Dat willen we bijvoorbeeld nog weten. Om te zien hoe jouw mailtje er uiteindelijk uit komt te zien, kun jij een voorbeeld bekijken. En zie je op deze manier hoe jouw mailtje wordt verzonden. Ook zag je dat je mogelijk gebruik kan maken van opmaakmogelijkheden. Dus je kunt ook het nog mooier maken dan dat het nu al is. Nou, voor deze vraag is dit voldoende. Ik wil gewoon even weten wat ook weer de start- en eindtijd zijn. En ik kan dit bericht verzenden. Er wordt dus momenteel een bericht verzonden richting mijn burger. Dit wordt direct ook vastgelegd in mijn zaak. Als uitgaand bericht, die we nog kunnen bekijken, kunnen nog even checken. En we hebben dit vandaag verzonden. En dat is allemaal mooi. Op dit moment heb ik een bericht verzonden en dat heb ik een losstaand bericht gemaakt. Je zou ook een bericht met bijlagen nog kunnen verzenden. Dus stel jij wil een bepaalde bijlage meesturen, dan kun je een bericht verzenden met bijlagen erbij. Nou, in dit geval wachten we even op de reactie. Misschien zijn er al wat vragen over berichtschablonen. Ik kijk dan even naar mijn collega. Ja. Kan ik voor mijn eigen proces een specifiek berichtschabloon gebruiken? Nou, ja, dat kan zeker. Zoals we zagen kun je net een schabloon kiezen die jij nodig hebt, jouw beheerder. Kan per afdeling, per organisatorische eenheid in Joomla een specifiek schabloon maken. En dan kan ook alleen jouw afdeling dat schabloon gebruiken. Dus dat kan zeker. Nou, dan kijken we of er al een reactie is. Want de reactie die komt namelijk direct bij je zaak binnen. Als reactie, omdat het is vastgelegd dat het vanuit deze zaak is verzonden. Je ziet dat dat een ingekomen bericht is. Een reactie op mijn uitgaand bericht. Hallo Eva, ja, het begint van 9 tot 2:30. Nou, perfect, dat weten we. Dankjewel Merel. En je ziet ook afhankelijk dus van hoe jij hem binnenkrijgt. In dit geval ben ik gaan mailen vanuit mijn organisatie. En via onze mail-uitleesservice wordt dit mailtje direct uitgelezen en bij de juiste zaak gevoegd. Dus hoe handig kan het zijn? Verzend jij jouw mail vanuit jouw eigen mailadres, komt die in jouw eigen mailbox binnen. En kun je hem ook eenvoudig toevoegen in Joomla door hem te slepen naar het uploadvak. Wordt die alsnog bij de juiste zaak toegevoegd, omdat Joomla kan herkennen dat het vanuit hier is gemaild. Let daarbij wel op dat de omschrijving wel gelijk moet zijn, of in ieder geval nummer moet bekend zijn. Dus zo kun je eenvoudig mailen vanuit Joomla en een bericht terugkrijgen. Nou, tot zover dit onderwerp.
Yes, dankjewel Eva voor de demonstratie. Super handig dus om die mailschabloon te gebruiken. En dan hoef je niet meer na te denken over het slepen van mailtjes en dergelijke. Het gaat gewoon allemaal automatisch. Nou, iedereen kan dit gewoon gebruiken, want het wordt standaard met Joomla meegeleverd. Mocht jij dat nou wel willen, maar het niet als optie hebben, dan heeft dit alles te maken met de instellingen in Joomla. Dus neem dan even contact op met functioneel beheer. Dan kunnen zij daar jou bij helpen. Nou, dan gaan we door naar thema 2. Nou, zoals jullie weten maken we in Joomla gebruik van Word Online. En dat werkt heel goed als je gewoon een simpel schabloon wil hebben en bijvoorbeeld on the road, op je tablet of op je telefoon even iets wil aanpassen. Op je pc kan dat natuurlijk ook. Nu krijgen sommige gebruikers van jullie ook nog eens zo'n enquête als jullie Joomla gebruiken, waarbij je een getal kan geven, een cijfer kan geven aan Joomla. En daarbij kun je ook feedback geven. Nou, in die feedback staat nog wel eens dat Word Online niet altijd voldoende is voor jullie processen. He, bijvoorbeeld omdat je graag ook grafieken wil gebruiken of wat net wat meer wil gebruiken dan in Word Online mogelijk is. Nou, die feedback hebben we gekregen en we hebben er ook naar geluisterd. En het afgelopen 3/4 jaar hebben we ook een nieuwe integratie ontwikkeld. De integratie met Office 365 waarbij je lokaal kan bewerken. He, dus heb je gewoon je normale PowerPoint, je Word, je Excel, die je zelf ook altijd lokaal gebruikt, maar dan geïntegreerd met Joomla. Nou, Eva gaat nu laten zien hoe het moet. Dus Eva, aan jou het woord. Ja, zeker. Daar zitten jullie vast op te wachten op de nieuwe Office-integratie waar we hard aan gewerkt hebben. Om jullie nog even mee te nemen in de huidige manier van bewerken van documenten, ga ik eerst tonen hoe het momenteel werkt. Want momenteel kun je natuurlijk ook heel eenvoudig wijzigingen doorvoeren in jouw bestanden. Nou, om het complete plaatje te schetsen gaan we nog terug naar onze casus. De casus van de Pinkstermarkt. Inmiddels zijn we wat stapjes verder. Hebben we meer informatie en gaan we natuurlijk over tot besluitvorming. We gaan een besluit opstellen. In Joomla kan ik gebruik maken van schablonen. We hebben daarvoor onze Joomla-schablonen die sommige organisaties gebruiken. Of een andere schablonentool. Als er een schabloon beschikbaar is, dan kun je genereren. En dan kun je een, in dit geval, besluit voor je laten samenstellen. Nou, waarbij we dus gebruik maken van alle gegevens die in de zaak bekend zijn om jouw besluit in dit geval al zo compleet mogelijk te hebben. Natuurlijk kun je ook nog wel wat zelf aanvullen. Het gaat over de Pinkstermarkt. Dat gaan we nog wel even noteren. Verder ziet het er allemaal netjes uit. We hebben al een standaard inhoud. Dat is prima. Ook mijn ondertekening, dat vind ik goed. Dus gaan we over tot het genereren van het document. En het document komt dan ook in Joomla te staan. Nou, je ziet hier het document in beeld. Het document besluit evenementenvergunning in bewerking bij mijzelf. Als ik het document open, kom je dus zoals je nu gewend bent in onze Word Online omgeving en kun je eenvoudig bewerken in de browser. Wijzigingen zoals nog even een extra zinnetje toevoegen, die kunnen eenvoudig worden gedaan. De Pinkstermarkt. Ja. We gaan hem natuurlijk wel verlenen. Nou, verder ziet het er allemaal netjes uit. En ja, heb je dus alle mogelijkheden om ook hier in onze Word Online bewerkingen te doen. Je kunt bijvoorbeeld opmerkingen toevoegen of nog even de kop- en voettekst bekijken. Al dat soort dingen kun je ook gewoon vanuit hier doen. Nou, als ik klaar ben met het bewerken, zie je dat het automatisch opgeslagen wordt. Dus ook al klik ik de hele webpagina weg, alsnog zijn mijn bewerkingen opgeslagen. Dus dat ga ik ook doen. En vanuit hier maak ik het document definitief. Wat betekent dat er een versie van wordt gemaakt die ik kan delen met mijn collega's. En waar ik acties op kan uitvoeren, zoals een vraag om akkoord of
het ondertekenen van een document. Al dat soort acties, daar ben je dan vrij om daarmee uit de voeten te kunnen. Dus dit wat betreft het bewerken in onze huidige Word Online, met onze huidige Word Online functionaliteit. Wat dus ook heel makkelijk werkt voor documenten waarbij je dus wijzigingen wil doorvoeren. Gaan we over naar het tweede onderdeel. En dat is de nieuwe Office integratie. Daarvoor open ik een andere Joomla omgeving. En in deze omgeving ga ik jullie laten zien hoe je dus lokaal document kunt bewerken via jouw eigen organisatie Word applicatie. Nou, we gebruiken daarvoor dezelfde casus, dus ik neem jullie nogmaals mee in de Pinkstermarkt. En zoals we net ook hebben gedaan, heb ik een besluit hier al klaarstaan. Die heb ik aangemaakt via een schabloon en die ben ik aan het bewerken. En nou ga ik jullie laten zien hoe dat bewerken dan werkt via in dit geval dus je eigen organisatie Word applicatie. Ik open het document. Dan krijg je dus een preview te zien via ook OneDrive. En als ik het document ga bewerken. En dat kan ik nu heel eenvoudig doen door hier op bewerken te klikken. Dan wordt het document dus op de achtergrond overgezet naar je OneDrive. En vanuit daar wordt het ook direct opgeslagen, alle wijzigingen die je doet. Dus hier heb ik mijn eigen organisatie, Word Online omgeving. Dus daar heb je net wat meer mogelijkheden dan dat we nu hebben. Hier kan ik dus het document bekijken, vanuit Word Online nog bewerken en de optie bewerken in de desktop app. En dat is waar, nou ja, wat ik al aangaf, veel organisaties toch wel om vragen en dat hebben we nu mogelijk gemaakt. Dus ik ga hem openen in mijn Word lokaal. Dat betekent dat hij hier in beeld komt in mijn eigen Word applicatie. Ik heb dan alle opties die ik heb binnen Word die jij normaal voor jouw organisatie gebruikt. En ja, hier kan ik dus ook heel eenvoudig nog wijzigingen doorvoeren. Net zoals je net zag, kan ik dat hier ook. Maar heb ik hier dus net wat meer mogelijkheden om ook tabellen, grafieken, en misschien het wijzigingen bijhouden wat we toch wel vaak horen. Die kun je ook hier aanzetten. Dus zoals je gewend bent, kun je hier in jouw Word-omgeving werken. Nou, het valt misschien al op, maar hierboven wordt het dus direct zichtbaar dat je wijzigingen zijn opgeslagen. En dat komt omdat dat op de achtergrond naar OneDrive gaat. En ook al klik je deze weer weg, in Joomla zijn jouw laatste wijzigingen verwerkt en staat ja, het laatst bewerkte document voor jou klaar. Nou, we hebben ook nog, zoals je hier misschien al wel ziet in beeld, de mogelijkheid om documenten te delen met collega's. Mijn collega Merel is op dit moment in mijn document bezig op pagina 3. Ik heb haar gevraagd om de plattegrond toe te voegen. Dus even kijken of waar zij mee bezig is. Dan gaan we wat naar beneden. Ja, ik zie Merel hier aan het werk. Nou, als zij wat bewerkingen doet, dan krijg je dat in beeld. En ik kan natuurlijk zelf ook wat bewerkingen gaan uitvoeren. Dus op deze manier kunnen we samenwerken in documenten en kan ik ook zien als Merel bezig is in mijn document. Nou vraag je je wellicht wel af, hoe komt Merel in dit document? Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Nou, dat kun je eenvoudig doen door jouw collega uit te nodigen door het delen van het document. Je hebt in Word ook mogelijkheden om het document te delen, om opmerkingen toe te voegen. En ik kan hier dus een opmerking toevoegen en bijvoorbeeld een collega uitnodigen. Nou, je ziet dat Merel al druk bezig is. Dat is mooi. Nou, dat hebben jullie dan ook gezien, hoe je dus samen werkt in je document. Nou, ik laat daar nog even de plattegrond afmaken. Want ik wil even nog de focus leggen op de veiligheidseisen. Daar wil ik een andere collega nog even om een check vragen. Nou, dan vraag ik Gael naast mij. Die weet alles van veiligheidseisen. Wil jij nog even een check doen? Je ziet dat ik, omdat ik KL heb geselecteerd, zij is lid van mijn organisatie, kan ik haar uitnodigen en laten deelnemen in dit document. Op dit moment kan ik delen en melden. Vandaar dat zij een mailtje krijgt met de link naar dit document. En de opmerking die ik nu heb gemaakt, daar wordt zij ook direct van op de hoogte gesteld. Nou, Gael is natuurlijk nu druk bezig, maar die kan straks ook samen met mij in dit document werken. En je ziet natuurlijk ook met wie je het document hebt gedeeld. Dus dat is nog een, ja, een extra functionaliteit die ook Word omvat. En omdat je via de OneDrive werkt, kun je deze link ook delen met je collega's. Dus zo hebben we gezien hoe je lokaal kunt bewerken via jouw eigen applicatie met de mogelijkheden die je gewend bent, collega's kunt uitnodigen en samen in het document tegelijk kunt werken. Zover even het bewerken zelf. Het wordt dus direct opgeslagen. En als we klaar zijn, kunnen we deze weer sluiten. Ga ik terug naar mijn Joomla. Nou, deze mag ook gesloten worden. En heb ik hier het document in mijn zaak staan. Nou, het document staat dus nog in bewerking. Logisch, want we zijn nog aan het bewerken. Als ik hem even wil bekijken, zie ik in de preview mijn laatste versie met de bewerkingen die ik heb gedaan. He, dus voor de Pinkstermarkt heb ik toegevoegd. Dat staat er nu netjes in. Nou, deze preview zie ik dus zelf. Collega's zien de laatste opgeslagen definitieve versie. Maar zodra ik deze versie definitief maak, worden alle wijzigingen ook zichtbaar voor de overige collega's. En kan ik met dit document weer acties uitvoeren. En dat is natuurlijk wat we willen. We willen door met het besluit. En gaan hem dus ook definitief maken. Nou, je weet het misschien nog wel. Heb wat loodje. Status aanpassen. Dat kan nu veel handiger. We hebben daarvoor namelijk een knop erbij gemaakt. Het vinkje met maak definitief. Dus je hoeft niet meer extra handelingen uit te voeren. Direct kun je hem definitief maken. En op dat moment wordt hij dus ook definitief. Dus even kijken. Oh, het document is nog geopend. Hij geeft dus ook de melding als het nog geopend is, zoals je ziet. En vandaar dat het definitief maken niet mogelijk is. Dan kun je natuurlijk ook vragen of je collega's klaar zijn met het bewerken. Wellicht is Merel dus nog bezig of een andere collega. Nou, Gael, misschien ben jij nog actief. Daarom kan ik hem nu niet definitief maken. Dus die melding krijg je ook direct en kun je checken, is iedereen wel klaar? Nou, als iedereen wel gereed is, kan je hem dus definitief maken met dit vinkje. Het vinkje komt trouwens, ongeacht hoe je straks documenten gaat bewerken, komt dat beschikbaar. Dus ook voor alle klanten die straks denken, nou, ik vind dit ook wel handig. Het komt eraan. Even geduld. En zo hebben we weer een mooie functionaliteit erbij. Nou hebben we dus twee manieren gezien van het bewerken van documenten. De huidige manier of lokaal
via jouw eigen Word-applicaties. En als organisatie kun jij kiezen, wil jij de een of de ander gaan gebruiken. We hebben, zoals jullie wellicht ook al weten, de mogelijkheid ook om het document te downloaden en het vanuit daar te bewerken, lokaal, en weer op te slaan als nieuwe versie. Die mogelijkheid blijft natuurlijk ook gewoon beschikbaar. Dus ja, wat dat betreft verandert er niks. Alleen het bewerken kan dus nu ook via onze nieuwe Office-integratie. Nou, heb ik een heleboel verteld, ook een heleboel laten zien. Misschien zijn er inmiddels ook wel wat vragen hierover. Even spieken. Kan de collega die je hebt uitgenodigd om samen in het document te werken, de link ook doorsturen naar anderen? Ja, goede vraag, want dat kan. Het ligt er wel aan hoe je de link deelt. Ik heb net Gaël bijvoorbeeld op persoonsniveau uitgenodigd. En zoals ik dus voordeed, dan geef je rechten aan die individuele collega. En iemand anders kan dan met diezelfde link niet het document benaderen. Daarvoor moet je dus het document als geheel delen. En moet je dus zelf ook via het document beschikbaar maken. Nog een vraag. Wat gebeurt er met het document in OneDrive als ik het definitief maak? Ja, we zijn nu nog aan het bewerken, dus het staat nu nog in mijn OneDrive. Maak ik hem definitief? Dan wordt die dus ook verwijderd vanuit OneDrive. En ja, collega's die misschien de link hadden, die is dan ook niet meer geldig, want de versie is niet meer in bewerking. Ja, tot zover even de vragen. Dan gaan we weer terug naar Gaël. Yes, dankjewel Eva. Ik heb een mailtje binnen zien komen. Ik ga er na de webinar ga ik er meteen mee aan de slag. Nou, binnenkort krijgen jullie meer informatie over hoe jullie deze nieuwe integratie kunnen gaan gebruiken. Mocht je nou echt heel nieuwsgierig zijn, dan kun je natuurlijk nu ook al contact opnemen met onze accountants, account managers. Nou, even een tech talk tussendoor. Ik kom er niet aan. Je moet wel gebruik maken van de Azure ID authenticatiemethode. Je moet Office 365 hebben. En alle eindgebruikers moeten uiteindelijk gebruik maken van OneDrive, hè, om dit allemaal werkelijk te krijgen. Het is eigenlijk ongeveer hetzelfde als ja, de authenticaties die je voor Teams nodig hebt. Genoeg tech talk. Op naar de weetjes. We hebben er nu 3 voor jullie in petto staan en Eva gaat jullie daarmee meenemen. 2 zijn er bij uitstek voor de eindgebruiker en eentje is eigenlijk voor de klant, hè, dus voor personen of bedrijven. En daardoor is die ook voor jullie beschikbaar. Ja, als functioneel beheerder is het misschien wel heel interessant om te bekijken. Dus Eva, ik geef aan jou weer het woord. Ja, dankjewel Gaël. We gaan inderdaad een aantal weetjes bekijken. We hebben weer 3 mooie weetjes voor jullie in petto. En ik start gelijk met het eerste weetje. Wist je namelijk dat je bij de overgang in jouw zaak naar een nieuwe status, dat je daarbij ook automatisch een andere afdeling of behandelaar kunt krijgen. Nou, dat is dus vanaf recentelijk mogelijk, hebben we mogelijk gemaakt. En vandaag gaan we kijken hoe dat dan in zijn werk gaat. Nou, ik kan hier een zaak openen, de duurzaamheidslening. En in mijn zaak kijk ik naar de tijdlijn en zit ik in de fase behandelen. Nou, deze fase ben ik de behandelaar, mijn afdeling ook. En je ziet dat ik nog wat fases te gaan heb. Namelijk bijvoorbeeld de financiële check en uiteindelijk de levering. Wat ik dus net aangaf, je kunt bij het doorzetten van de status automatisch de zaak laten overgaan op een andere afdeling, andere behandelaar. Nou, in dit geval heb ik dat dus ingericht. Er is een financiële check nodig en die wordt natuurlijk gedaan door mijn collega van Financiën. En dan wil ik ook dat die zaak naar Financiën gaat. Dus geef ik aan ja, gaat die zaak naar de tweede, naar deze fase. En krijgt in dit geval dus Merel van Financiën de zaak in haar werkvoorraad en kan zij de check uitvoeren.
hoef ik dus niet meer handmatig met die behandelaren, met die afdelingen te wisselen. Maar dat kun je dus eenvoudig in je proces inrichten. Nou, als we hem doorzetten, financiële check. De financiële check wordt uitgevoerd. Daarvoor is Merel verantwoordelijk. Dus Merel krijgt met het doorzetten van deze status automatisch de zaak in haar werkvoorraad. Krijgt ze natuurlijk een notificatie van en ziet ze in mijn zaken. Nou, zodra zij klaar is met deze financiële check, kunnen we uiteindelijk het gaan leveren. En ook bij de laatste status, bij de laatste overgang, heb ik ingesteld dat ik weer zelf behandelaar word. Ja, dus zo kun je ook in je proces steeds meer dingen eenvoudig organiseren, inrichten en automatiseren. Dus dat scheelt weer een paar klikken. En even kijken. Ja, hij is alweer terug. Je ziet hier mijn naam nu als behandelaar staan. Merel heeft een hele snelle financiële check gedaan. Dat is allemaal goed gegaan. Ja, het is verwerkt in het systeem. Nou, perfect. Dus zo zie je dat je dus ook in jouw proces, ook wat uitgebreidere processen, steeds meer kunt toepassen. En dat was dan ook het eerste weetje. Wil jij dat graag gaan gebruiken? Vraag dan jouw beheerder om meer informatie, zodat je dit kunt inrichten. Daarbij nog wel even de toevoeging. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat Juma kijkt welke betrokkenen zijn er. En als dat andere mensen zijn, dan worden die ook verwijderd, omdat Juma niet weet, hebben die wel rechten voor de andere afdeling. En dus weet dat dat mee kan spelen. Dus test het ook goed. Bespreek het met je beheerder. Dus tot zover het eerste weetje. Gaan we over naar het tweede weetje. En dat is iets waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Waarmee we nog meer kunnen inspelen en kunnen personaliseren als organisatie. Dat gaat namelijk over het Juma klantportaal. En de organisaties die het gebruiken, die merken dat je steeds meer kunt aanpassen. Logo, de favicon, lettertype, ook de kleurstelling en nu ook dus de teksten. Dus ik heb hier zelf de titel gemaakt met mijn welkomstekst. Die jij dus kunt personaliseren vanaf nu in Juma. Dus nog weer een stapje richting een mooier klantportaal. En daarmee ook weer het tweede weetje. Dan sluiten we vandaag af met een laatste weetje. En dat weetje gaat over het extern kenmerk van vakapplicaties. Misschien heb je wel eens gewerkt bij een afdeling waarbij je dus ook nog een vakapplicatie gebruikt. Bijvoorbeeld burgerzaken of vergunningen zien we vaak dat zij ook in vakapplicaties werken. En dan kun je dus in Juma de behandeling en de afhandeling volgen. Dan wordt dat in de vakapplicatie gedaan. Nou, daar zijn vaak externe kenmerken. We hebben hier een voorbeeld in beeld. Een extern kenmerk, in dit geval van Version. En op dat nummer kun je dus nu zoeken en dat kun je tonen in Juma. Nou, heel erg handig voor zeker gebruikers van vakapplicaties, maar ook voor het KCC. Want we kregen vaak vragen van, ja, onze burger die geeft dit nummer door en ik kan er niks mee. Nou, dat kan dus nu wel. Je kunt hier ook op zoeken en geeft jouw burger dus een kenmerk door. Dan kun je ook op dit kenmerk zoeken en de juiste Juma-zaak erbij pakken. En zie je, dan kun je de vraag nog beter beantwoorden die jouw burger heeft. Dus op deze manier heb je ook weer een extra stapje gezet in het nog beter bedienen van je burgers. En ja, gebruiksvriendelijker maken van Juma. Dus dat was het derde weetje wat ik met jullie wilde delen. Gaan we weer terug naar de afsluiting.
Yes, dankjewel weer voor alle demonstraties en de weetjes. Nou, het volgende webinar dat er aankomt is de laatste voor de zomerstop. Om jullie wel heel de zomer lekker aan de gang te houden en goed stof tot nadenken te geven, hebben we een heel tof thema voor jullie bedacht. Nou, dat thema dat is van A tot zaak. Geavanceerde zaaktype inrichting. Nou, wellicht kun je hierdoor bepaalde vakapplicaties misschien wel helemaal vervangen. Maar dat zullen we dan nog wel zien. Dat is de stof tot nadenken. Nou, ik loop eventjes naar de overkant. Dan kan ik naast Eva staan om even gezamenlijk af te sluiten. Yes, yes. Nogmaals bedankt. En we zien jullie heel graag terug over 6 weken op 7 juli. En dit keer wel op een normale donderdag, op een normale tijd om 9:30. En fijn lang weekend. Ja, fijn lang weekend. Doei. Bedankt voor het kijken. Hey, hallo. Wat leuk dat je gekeken hebt naar onze webinar. Laat je nog even aan ons weten wat je ervan vond. Kijk je nou via YouTube, dan kun je hieronder in de omschrijving kun je op de link klikken. Zit je op onze eigen website, het Juma Online Help, dan staat er links van jou een link om even te laten weten wat je van de webinar vond. Je hoeft alleen maar een cijfer te geven. We zien je snel weer. Tot de volgende!